Yo, welkom bij deze gloedende serie, het is internationaal, mijn gedoe kan doen, jij ons. We zagen het een paar dagen geleden dat het internationaal, mijn gedoe weer, even gestopt was, maar nu weer terug is, dus ja. Wat we hebben, ik laat eerst weer even wat zien, dit is dat Sinegaals kostuum, super mooi. Daar ben ik echt super blij mee. Dat is het leukste te gaan. Voor Sinterklaas snel bezoek moeten we dit doen. Maar dit is al een Sinterklaas snel bezoek, dus ja. We gaan beginnen met opnames. Dus ja. Oh, we zijn begonnen met opnames, maar oké. Okay. Ja, we gaan even contact opzoeken met Sinterklaas, jongens. En hopelijk is Sinterklaas wel. Moeten we even een telefoon hebben? Hier hebben we een oud telefoontje. Oké. Okay. Oh, goeiedag Sinterklaas. Hoi, hoe gaat-ie? Goed. Oké, ik heb gehoord dat u thuis werkt. Klopt dat? Ja? Oké, okay, ja. Ja, Sinterklaas, ik van thuis. Ja, oké. Okay. Hoezo ben ik thuis? Dan mogen we bij u langskomen. Maar liever niet, maar wij zijn van Sinterklaas nou. Mogen wij dan wel langskomen? Ja? Oké. Okay. Nou, pak ik mijn spullen. Ik heb wat een anderhalve meter stok. En die heb ik ook. Echt wel een half meter stok, wat ik in mijn video's gebruik. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan zie ik je straks. Ja. Ja. Oké. Doei. Jongens. Dat was Sinterklaas. Hij heeft. Ik weet niet of hij corona heeft, maar hij wou even niet in beeld komen dat hij. Vaak snotterbouw hebben. Ja, begrijpen jullie wel. Sinterklaas, die wil liever niet te beeld komen, maar we gaan hem wel interviewen, natuurlijk. Dus ja. We hebben hier een anderhalf meter stok. Super lang. We zien hem niet goed in beeld. Maar ja, dus we gaan er dan helemaal mooi mee doen. Zo. Oké, dat is Sinterklaas. Maar toch gaan we het dus doen, we moeten even repeteren. Dus. Goeiedag Sinterklaas. Hey, ik ben de verslaggever Elvis Geertsma van het YouTube-kanaal Elvis Geertsma. Maar ik wou even een paar vragen stellen. Vindt u het goed? Ja? Het gaat over corona en over andere persoonlijke vragen. Ja, hoe vindt u corona? Oké, maar dat is dus een repetitie. Schrik konden van het echt hier, jongens. Inderdaad, wou niet in beeld komen, dus dat is wel jammer. Maar ja, we zijn nu bezig met het CF in het gas, Oké, jij bent bij Sinterklaas aangekomen, jongens. Moet je het zagen? Jullie zagen het niet, maar oké. Ik heb een stukje geknet. Nou, mijn lek. Oké, actie. Actie, yes. Oké. Goeiedag, Sinterklaas. Hey, goeiedag, hè. Hey, ik wil niet in beeld komen, maar dat begrijpen. Dat u te veel snotbellen hebt en dan denken mensen dat ik corona heb, maar dat is niet zo. Oké, goeiedag, ik ben verslaggever Elvis Geertsma van de Sinterklaas-kanaal. Bergen, ja. Maar Sinterklaas, hebt u. Ik kom nu even met een paar vragen over corona en over niet-corona. Corona, ja. Soms doe ik een beetje over, maar ja, kan nog.
Hoe oud bent u? Hoe oud bent u? Ja, ik ben namelijk ongeveer aardige leeftijd. Ik weet niet zo goed hoe oud ik meer ben. Oké, Sinterklaas. Nou, jij, want Sinterklaas weet dus niet hoe oud hij is. Ja, Sinterklaas, nog een volgende vraag. Hoe vindt u het om in de Sinterklaas nou bij het hoek te zijn? Ja, heel erg goed. Oké. En hoe vindt u het om eigenlijk weer in Nederland te zijn een paar weken? Ja, dat is bijvoorbeeld heel erg goed, zeg. Oké, leuk, leuk. Sinterklaas, volgende vraag. Vindt u het jammer dat u bijna weer naar Spanje moet? Ja, natuurlijk wel. Oké, ja. Ja, nou, dat begrijp ik. Oké, jammer. Ja, het is eenmaal zo. Het één keer in een jaar. Net zoals kerst is ook één keer in een jaar. Volgende vraag, ook even over kerst. Viert u in Spanje ook kerst? Kerst. Nee, natuurlijk niet. Ik heb altijd ruzie met de kerstman, nee, grapje. Dat is niet waar. Ik heb altijd wel vrienden bij me geweest met de kerstman. Ja, nu nog steeds. Hè? En, ja, met de kerstman. Hebben we gewoon contact mee. Vieren gewoon altijd kerst. Oké, leuk. Volgende vraag. Hoe vindt u het dat ik vandaag een pakjesavond viert? Ja, eigenlijk hoor het niet, maar dat gebeurt toch? Ja, dat mag wel, alleen jij mag het. Oké, leuk, leuk. Oké, dat weet ik genoeg. Ja. Oké, Sinterklaas. Nog een paar vragen over corona. Hoe vindt u het om in thuisquarantaine te zijn? Om thuis te zijn? Ja, goed, 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 goed. Oké, leuk, leuk. Hebt u corona gehad? Oh, nee, 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 nee. Oké, dat is duidelijk. Nou, hoe bevalt het u om weer met de kerstman om te gaan? Ja, goed, goed. Oké, leuk. Ja, dat was het interview van vandaag. En dan zien we je hopelijk volgende jaar weer bij een nieuw interview. Dus, ja, hopelijk niet met stok, maar ja, dat gebeurt toch misschien. Dus ja, ik denk deze stok houden we gewoon en dan zien we wel van het interview. Ja. Ja, fijne dag, en tot ziens. Jo, doei. Ja, jongens, dat was de interview van Sinterklaas. En jullie hoorden het goed. Sinterklaas heeft een beetje last van zijn stem. Soms komt zijn oude stem weer terug. Dus zo, joh. Hij had een beetje, keelpijn. Dus dan heb hij een beetje zo'n piepstemmetje. Dus zo, ja. Ja, zo had hij een beetje, keelpijn namelijk. Hij heeft geen corona, jongens, dus dan weten jullie dat. We moeten helaas nog even door. Ik ga mijn camera wat beter neerzetten. Sorry, maar ik de camera viel een beetje. Dan boeit mij wat, hè. Oké, jongens. Ja, Sinterklaas is wel mijn favoriet, natuurlijk, ja. Oké, ben je gek. Nee. Hup. Ja, joh. Hij moet even tegen mijn tegengroepje zeggen. Dat hij beter moet. Beter!
Oké, nee, nou, oh ja, dit heb ik namelijk in mijn schoen gehad. Een bieropenaar. Ja, met een magneet. Die heb ik dus in mijn schoen gehad. Van Sinterklaas. Dus dank u Sinterklaas hier. Oké, waar heb ik mijn strooigoed? Ja, jongens, we hebben nog meer strooigoed. Even kijken, hier heb ik mijn strooigoed. Oeh, hier heb ik mijn strooigoed. Even kijken. Mijn kracht. Jong, dit is ook nog twee goed. Ik heb er helemaal iets. Namelijk even pauze, dus ja. Even pauze voor jullie, dus jullie kunnen gewoon een stukje weer verder kijken. Ik heb lekker eten. Jongens, we zijn weer terug, jongens. Ja, we zijn weer terug. Na de pauze. Dus ja. Ja, we gaan even. Nu, ik knap in mijn handen. We gaan eens even contact opzoeken met zijn gaas. Hallo, goeiedag, Sinterklaas zeg. Hey, hoe gaat ie? Ja, goed. Oké, kunnen wij even. Kunnen we even weer facetimen met u? Ja? Oké. Ja, leuk. Nou, dan spreek ik je nog wel. Ja. Oké, later. Sinterklaas is de jongen, dus we gaan facetimen met dit scherm. Knappen even uit, mijn scherm. Kijk, dit gaan we even op mijn radio zetten. En wat muziek aan. Als we nog muziek hebben. Zo. En wat muziek aan, sluitie. En we steken van de radio aan. Dan kunnen we muziek leveren. Ik heb jeuken. Ik heb best jeuk. Zo. En we muziek aan. Zo.
Zo. Zo. Nederlands. Sinterklaas is er ook weer. Dan gaan we naar Sinterklaas. Kom maar mee. Met Piet zingen. Kom op. Ik zie geen school zo mooi, want het is een tocht. Oké. Sirens komt dus. Even opnieuw hoor. Oké. Sirens komt dus allemaal steeds van je weer aan. Hij brengt ons in een klas, ik zie hem al zijn. Hoe een polsen kwartje het op en neer. Kleine wimpels al heen en al weer. De Piet en die lachen en wat gaan zij doen? Zij willen vanavond ieder kind zijn schoen. Oh, lieve Sinterklaas, kom ook eens bij mij. Hij dan niet stilletjes, soms huisje voorbij. Ja jongens, Sinterklaas, komt hij er wel aan jongens? Komt hij er al aan, het is helaas in toch? Sinterklaas, kom. Ja, ik zie Sinterklaas niet, jongens. Ik zie Sinterklaas niet. Ja, weet je wat? Ik ga nog even op zoek naar Sinterklaas. Ik ben zo terug. Precies. Even kijken. Even een ander nummertje. Sinterklaas, ik kom maar binnen met Piet. Dat is al 19. Dus. Oh. Ja, jongens, we gaan beginnen. Sinterklaas, kom maar binnen met Piet. En we zitten allemaal even weg. Zin heeft u wel even tijd. Voordat u in Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons aan. En laat je paardje even buiten staan. Ja, we zingen en springen, we zijn zo blij van te zijn, die fucking kinderen bij de doen. Ja, we zingen en we springen, we zijn zo blij van te zijn, die fucking kinderen bij. Ja, jongens, voor mij hoor ik zo mooi al. Oké, ik hoor het hoor. Oké. Ik ga ze in de gasten welkomen. Komen jullie mee? Zo jongens. Ik hoorde net dat de intro al begint. Op een geheime locatie. Zo. Als we niet weten, we komen niet aan buiten. We komen aan in de studio van het Sinterklaasjournaal met een hoek, zeg. Ja, jongens, ja. Allee, ik ga even, oh ja, de slag even 11-11 is gisteren. Probeer mij de bal rood te rekenen voor mijn antwoorden.
Goeiedag, hoe gaat ie? Goed, ja, met mij gaat het ook goed. Ja, wat? Hoe je de muziek al hoort bij je? Ja, ik ben een beetje doof. Dus ik ga even goed luisteren. Oh ja, ik hoor wel de muziek, ja. Nou, wij zijn onderweg. Tot zo, doei. Oh ja, we zijn al onderweg, jongens. We zijn al onderweg. Ja, het is een beetje later in nog. Maar ja, we hadden een beetje vertraging. We hadden een blokkade op de weg. Dacht de hoofd, Piet. Dus ja. Nou, we moeten daar nu echt helemaal heen gaan. En we moeten nu toch doorvaren. We moeten naar Nederland toe. Ja, we zijn al bijna. We zijn al in Brussel. En dan zijn we er al bijna hier in Nederland. We zijn gisteren weer vertrokken vanuit Brussel. Om helemaal naar Nederland te gaan. Jongens, ja, ja. Oh ja, wat vind ik dat zo leuk, hè, jongens. Ja, 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 ja. Sinterklaas vindt dat zo leuk. Ja, ik heb ook het grote boek van Sinterklaas, jongens, als ik die heb. Ik vind die jouw. Hier heb ik het echt grote boek. Oh, supermooi, hè. Ja, 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 ja. Maar ja, misschien even horen of ik je muziek kan hoor. Even kijken. Ik ben helemaal wild. Ja, ik hoor de muziek al, jongens. Oh, ik kan de kinderen al zingen, jongens. Oh, wat leuk, wat leuk. Helaas kunnen er geen kinderen zijn, eigenlijk. Dus mijn slaggever zingen al met een paar mensen. Met wat figuranten, maar ja. Laatst mogen de kinderen niet bij zijn. Ja, dat vind ik echt jammer, hè. Ja, oh, jammer zeg. Maar ja, het is eenmaal zo met corona. Ja, jammer, jammer. Nou, we gaan eens even kijken, want we moeten toch even. Mijn mantel aan. Ja, het is een lekker lang video. Ja, ja. Oh ja, ik moet helaas toch mijn mantel weer om. Want we moeten nu, want boor, we zijn er, jongens. Wat zijn er? We zijn er, jongens. Oeh. We zijn er, ja, doei. Ik ga nu dat meenemen. Hallo, goeiedag jongens, goeiedag jongens, goeiedag. Ja, Sinterklaas is er ook weer. Ja, ja. Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Oh, rustig, rustig. Zo. Goeiedag. Goeiedag, verslag even aan de scheet. Goeiedag. Hoe gaat ie? Mag ik hier gaan zitten? Ja, oké. Oh, leuk. Oh, ik moet even gaan zitten. Oh, wat leuk zeg. Oh, ik ben er blij mee. Wat ben ik er blij mee, zeg. Holy shit, zeg. Oh, 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 oh. Oh, joh. Oh, bedankt. Oh, joh. Ik ben echt super blij mee. Oh, mooie pot. Oh, lekker, jongens. Ja, ja. Volgende week moeten we weer alweer naar school. En we zitten ook alweer pakjes avond. Vandaag hebben sommige mensen alweer, ook alweer. Ja, dat is eenmaal de tijd gaat zo langs. Zo snel de ronde, November.
Ik ben het helemaal niet erg. Maar ja, ik moet er wel door, dus ja. Ik ga even terug naar de studio, dus ja. Elder Schutman. Oh, ik moet hem even bellen. Hallo, Elder Schutman. Kan jij het even afsluiten? Ja, oké. Jo, doei. Oh, hij is dicht. Ah, ik ben al een pietijs, dus ja. Wat dan verder? Doei. Doei. Zo. Ja jongens, ik moet het even afsluiten voor Sinterklaas, zei hij. Dus ja, moet ik het ook maar even doen. Jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Doe dan maar blijf een beetje omhoog. Doe reactie aan wat ik al zeg. Later. Ja, later en in de volgende video. Later. Zo.